Stichting Rumas heeft vandaag teruggegeven aan de Surinaamse gemeenschap. Bewoners van 3 sociale instellingen, te weten de Stichting Zout der Aarde, de Stem en Esther Stichting, werden in de bloemetjes gezet. De activiteit is onderdeel van de jaarlijkse community service Gigrani Nyanyang Prisiri van Rumas. De bewoners werden bediend en mochten genieten van een luxe diner met entertainment. Directeur Emmy Hart van Stichting Rumas zegt dat deze activiteit er elk jaar weer anders uitziet. De doelgroep zijn de sociaal zwakkeren in de samenleving. Rumas is speciaal voor jullie vandaag hier. En we zijn heel erg blij dat we hier iets voor jullie kunnen doen. Mevrouw Wiemers heeft het al uitgelegd. Jullie kennen Rumas, een paar mensen kennen Rumas helemaal. Want alle jaren weer Katrasi, congres. Maar nu zijn wij bij jullie. En we zijn blij met jullie. En vandaar dat we iets hebben georganiseerd. Dat wij het eten voor jullie brengen. Doe dat die dan in Njaf Jaso. We hebben het eten voor jullie gebracht. We hebben een cadeautje voor jullie meegenomen. Ik zie mensen zo doen, goed zo. Maak een applaus voor Rumas. Bij de Gigrani Nyanyang Prisiri activiteit nodigt Rumas altijd een hooggeplaatste gast uit om de doelgroep toe te spreken. DNA-lid Obed Kanapé, die ook dichter en voordrachtkunstenaar is, sprak de bewoners van het Esther Stichting toe en hield hen bezig met muziek en poëzie. We brengen u een fragment daarvan. Obed Kanapé, ABOP volksvertegenwoordiger. Hij sprak vandaag de bewoners van Esther Stichting toe tijdens de community service van Stichting Rumas. Elke bewoner ontving ook een cadeau van Stichting Rumas. Bij deze activiteit zijn alle COVID-19 maatregelen in acht genomen.